Gegaan. Ja. Een nieuwe documentaire heet Van de Andere Kant. Ja. Of het mogelijk is om iemand zijn seksuele voorkeur te beïnvloeden. We zijn steeds meer fluïde, hoor ik jou ook steeds zeggen, in die documentaire. Vind ik een mooi woord. Heb je hem al gezien dan? Ik heb er een stuk of 20 minuten, 25 minuten zitten kijken. Ik heb de promo gekeken. Nee, ik heb 25 minuten zitten kijken gisteravond. Ja. Nee, kijk, ik heb jou gezien in Hongarije. Bij de congres. Nou, ik vraag me al mijn hele leven af waarom ik nou homo ben geworden. Of was ik het al? Want ik moet steeds denken aan bijvoorbeeld in de hele wereld, in de hele natuur. Alles plant zich voort. Ja. Van bloemen tot planten tot weet ik veel wat. En ja, homo's in principe, je kan adopteren. Ja. In principe ga je dat niet of doen. Draagmoeder. Ja, maar niet op de natuurlijke weg met je partner, zeg maar. Nee. Ik heb nooit moeite gehad met mijn homoseksualiteit. Maar meer gewoon, ben ik zo nieuwsgierig, hoe komt dat dan? Dus die vragen heb ik. En omdat we zo lijnrecht tegenover Oost-Europa staan, want daar zeggen ze dat wij hier allemaal worden beïnvloed door de LHBTIQ lobby. Dat wordt steeds meer, hè? Dat worden dus de regenbooglobby. Ja. En daardoor werden die vragen ook weer wat relevanter om er een documentaire over te maken. Ja. Wordt dit standpunt in de homo-scene jou in dank afgenomen? Nou ja, daar begint dus de documentaire ook mee. Dat ik dus zit te skypen met een man die dus de conferentie leidt waar ex-gays in Hongarije elkaar kunnen ontmoeten. Ik zeg dan van ja, ik ben gewoon best wel bang dat ik heel wat mensen boos ga maken hiermee. Want als je gaat zeggen dat je er misschien van af kan komen, dan insinueer je dat het een soort ziekte is of een... Maar goed, jij ging in Leuven op een gegeven moment ook op bezoek bij een aantal mensen. In 68 was er nog een psychische aandoening. Ja, tussen alcoholisme en pedofilie. Ja. Ja, die pakte er een boek bij. Die zei, toen in 74 was het pas anders, zeg maar. Ja, dat is niet zo lang geleden. Nee, maar wat mij ook opviel in het congres in Hongarije is dat ze komen er niet echt af. Maar ze proberen een vorm te vinden, mensen die homoseksueel zijn, om ermee te kunnen leven. Ja. Of via het geloof, of via een andere overtuiging, door onthouding, wat een bepaalde kracht met zich meebrengt. Maar dan geeft het toch aan dat je dat gewoon bent dan? Tussen de regels door inderdaad, heb je volgens mij door... Tenminste, zo kwam het ook op mij over, dat... Ik zie het een beetje zoals een politicus zijn verhaal spint. Zo hebben zij een beetje hun seksualiteit gespind. Ja. Want ik zeg dan van, hé, maar zie je dan twee Nederlandse gay mannen die daar op die conferentie waren. Hé, maar zie je dan nooit meer knappe jongen? Ja, dat wel. Maar noem jezelf dan nu hetero, nu je 10 jaar met een vrouw? Maar nee, ik noem mezelf ook niet echt hetero. Ze hebben gewoon een vorm gevonden, in mijn optiek, om te leven met hun homoseksualiteit. Ja, zo kwam het ook op mij over. Ja. Daarom dacht ik ook niet dat je kan genezen. Het woord genezen dekt niet echt de lading. Nee. Toch, als je het zit te kijken. Nee, maar goed, zij noemen het ook een beetje de gay lifestyle. Ik ben niet gay. Ik leef de gay lifestyle. Dus het is, ze zien het gewoon heel anders. Maar wat is jouw conclusie nou? Is het aangeleerd of was je het altijd al? Wat is nou je gevoel dat overheerst bij jou nu? Na deze documentaire? Nee, er is niet een soort. De wetenschap is er ook niet over uit waardoor mensen nou gay worden. Of... Nee, wat Maartje van Wegen zie ik opeens voorbij komen. Die riep in. Wanneer was dat? Maartje van Wegen zat in die documentaire met een oude opname waarin ze zei, wanneer 78 of zo, dat de hersenen van gay mannen zijn anders gevormd dan van hetero mannen. Ja, maar later is dat geloof ik weer ingetrokken. Ja, dat vond ik ook. Vaag. Ja. Nee, maar het is dus niet duidelijk hoe het nou precies zit. Het kan zijn dat het een beetje nature and nurture is. Ja. Daar neig ik een beetje naar. Ik ga later eigenlijk bij die ex-gay leider, een soort van in therapie. En dan komt hij eigenlijk tot de conclusie dat... omdat mijn vader 2 keer is weggegaan vroeger bij ons... ben ik meer toegetrokken naar vrouwen, want die vertrouw ik. Ik heb inderdaad heel veel vriendinnen. En de mannelijke energie, die is voor mij mysterieus geworden... en daardoor voel ik me ertoe aangetrokken. Hmm. Ja. Nou, dat is een, is ook een theorie. Hij heeft zelf natuurlijk die therapeut die je dan had. Aardige man leek me trouwens. Hele vriendelijke man. Ja, maar ze waren allemaal heel lief. Nee, omdat je in eerste instantie denkt, hele extreme mensen. Nee. Waarbij je een gevoel krijgt van als je zo'n conferentie gaat beleggen, dan ben je niet goed bij je hoofd. Ja. Maar als je ze zit te bekijken, denk je, ze hebben een keuze. Die man zegt op een gegeven moment, ik wilde vrouw en kinderen. Ja. Omdat ik een traditioneel gezinssituatie wilde hebben. Terwijl ik me aangetrokken voelde tot mannen. En ik voelde hem ook niet helemaal man, hè, zei hij op een gegeven moment ook. Ja, hij had ook, hoe noemde hij dat nou?
transgender-achtige problematiek. Ja, had hij ook nog inderdaad, ja. Zoiets, ja. Maar het was ook voor hem weer een keuze dan, klaarblijkelijk. Ja. Een keuze om anders te leven en eigenlijk tegen je gevoel in te gaan. Ja, ik vind het wel echt lastig, want ik wil ook die mensen door elkaar schudden en zeggen, je hebt maar één leven. Je moet doen wat je bent. Maar dat is heel erg mijn mening, want als zij gewoon voor dat gezin willen gaan met een vrouw en kinderen, dan is dat wat je wil zijn. Ik denk alleen, werkt dit ook op de lange termijn? Als je straks terugkijkt op je leven, denk je dan niet, ja, oké, dat had ik wel, maar ik ben toch niet tot volle bloei gekomen. Maar hoe verklaar je dan dat wat je ook zegt in die documentaire, dat de jeugd vertegenwoordigt steeds meer, jij noemde het fluïde, ik vond het een woord wat ik al zei, over seksualiteit is. Hoe kan dat dan? Dat zoveel makkelijker, zoveel meer in elkaar overvloeit. Hoe werkt dat dan? Nou, ik denk gewoon dat, omdat die hokjes, gay, alle regenboogkleuren, zeg maar, eerst zijn mensen daarvoor gaan vechten. Die hebben zich vrijgemaakt. Die hebben gezegd, we zijn hier. En de volgende generaties, die gaan misschien heel langzaam dat weer een beetje loslaten. Om tot één soort van, dat je helemaal niet hoeft te zeggen van, ik ben gay of ik ben wat dan ook. Maar dat het gewoon, die hokjes, daar eindigt de documentaire ook mee. Als we eigenlijk allemaal die hokjes weghalen. Dus dat je gewoon zegt, ik val op mannen, of ik val nu op mannen. Of ik val, dan. Ja, het is apart. We hadden laatst Shatila van Ginsve in de uitzending, oud basketbalster enzovoort. En die zei, ik val niet op mannen of vrouwen, ik val op mensen. Ja, dat is een bekende uitspraak. Ja, precies. Ja. Dat roepen een hoop mensen, ja. Maar is dat van deze tijd dan? Dat zo ja, maar je hebt natuurlijk wel je voorkeur, hè? Het is niet zo meer dat je dan, dat iedereen gay of dat is het niet. Maar het is wel inderdaad, denk ik, een stap om eigenlijk alle problemen die we in de documentaire zien, om die een beetje te omzeilen. Ja. De toekomst. Ja. Wilfred? De toekomst. Ja, ik zit een beetje glazig. Nee, ik zit even op mijn kinderen na te denken. 12 en 9. Hoe ga je dat dan meegeven aan ze, weet je wel? Wat geef je ze dan mee? Nou, ik zou ze in ieder geval samen met papa op de bank zetten. En lekker donderdag naar donderdagavond. 9 uur, NPO 3. 5 voor 9. Ja, de docu van Tim kijken met z'n allen. Ja. Oh, mis ik zelf de eerste 5 minuten straks? Ja, nou ja, ze zijn 12 en 9. Dan moeten ze meestal naar bed op dat tijdstip. Maar goed, ik heb inmiddels in mijn laptop, dus ik kan hem gewoon laten zien. Ja. En nu ga je weer andere dingen maken, want je bent 2 maanden weg geweest. Nu ga ik weer andere dingen maken. Ja. Ik weet nog niet wat. Ik ga een nieuw kinderprogramma maken. En ik ga daarna weer beginnen met een nieuwe 100 dagen. Oké. Okay. Dus moeten we dit programma nog belachelijk maken vanavond, zodat je meer kijkers hebt? Graag. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gooi ik het Dat is wel grappig, want ik heb dus, ik kreeg van mijn collega's allemaal appjes. Oh nee, what the fuck, en dit en dat. En toen durfde ik het niet te kijken. Maar toen ging ik het kijken. Ja. En toen moest ik er zelf best wel om lachen. En toen waren mijn collega's allemaal heel blij dat ik niet, zeg maar, in de put zat. Nee. Ja. Nee, maar je moet ons niet serieus nemen. Nee, dat doen we ook niet meer. Lucht verplaatsen. Nee, ja. Ja. Donderdag 31 maart, 5 voor 9 NPO 3. Van de andere kant. Dankjewel, Tim. Dankjewel.